Als je dan toch moet wachten in het ziekenhuis, luister dan even naar een kort verhaal. Theatergroep 3 Ons uit Tilburg legt vanaf vandaag iPlayers in het Bredase Amphia ziekenhuis waarmee dat kan. Dus we zoeken de mensen op in plaats van dat de mensen normaal naar het theater toe komen. Zoeken wij hen op in een omgeving waar ze even de tijd kunnen hebben. Nou, het past ook erg goed bij ons streven om echt een gastvrij ziekenhuis te zijn. We willen echt graag dat mensen zich hier thuis voelen. En alle initiatieven die van buiten komen, die daarop aansluiten. Ja, waarom zou je daar nee tegen zeggen? De verhalen zijn speciaal voor dit ziekenhuis geschreven. Maar dat levert niet alleen maar ziekte en ellende op. En dat gaat over een muizenvanger die de opdracht heeft om hier twee muizen weg te vangen. Dat is het verhaaltje zeg maar, dat mensen volgen. En daaronder zit ja, het verhaal dat van de liefde van die man voor dieren. Dat hij meer met dieren heeft dan met mensen. Nee, ik ben nog nooit in een Nederlands ziekenhuis geweest. Dit is de eerste keer. Ja. Zegt Annelies Verbeke. Zij las haar verhaal voor bij de opening. Ik gleed van de randen twee keer na elkaar en belandde op mijn achterste naast het hoofd van de president. Naast het dikke haar waar hij één keer met krachtige vingers mijn haarolie doorheen had gestreken. En waar nu een spin van donker bloed insliep. Ja, dat kan niet goed zijn. Een lijfwacht die in het ziekenhuis terechtkomt. Dat boeit mij wel als beroep om bereid te zijn jezelf op te offeren voor iemand anders. En ik vind lijfwacht ook een mooi woord. Wie naar de verhalen wil luisteren, moet zijn naam opgeven. Desondanks zouden er wel eens iPlayers kunnen verdwijnen. Ja, misschien zijn we over een weekje wel klaar en is alles gejat, dat weet ik niet. Maar ik vooralsnog vertrouwen we op de goede inborst van de mensen.